helemaal. Ik zag bij Teske op haar blog de left-handed of de wrong-handed make-up challenge. In mijn geval dus met links. Nou, dat leek me wel heel erg leuk om te doen. Ik heb ooit een keer, of ik heb eigenlijk twee keer, ik heb één keer een gebroken arm gehad en één keer een tennisarm, zeg maar. Beide rechts. Dus, maar volgens mij, ja, nee, in de tijd dat ik mijn gebroken arm was, volgens mij was ik 11. Dus toen deed ik denk ik nog niet echt make-up. Maar zeker de keer dat ik met mijn elleboog had, dat was op vakantie. Toen heb ik wel eens een poging gewaagd. Nou kan ik je vertellen dat het niet alleen make-up heel lastig is met je verkeerde hand, maar ook je haar. Sven heeft mijn haar regelmatig moeten borstelen toen. En in een staart of iets moeten doen. Want probeer dat maar eens met één hand te doen, zeg maar. Laat staan met je verkeerde hand te borstelen is heel onnatuurlijk. Maar goed, dus ik heb een mini beetje ervaring. Maar kan je zeggen dat je het ook vrij snel weer verleert. Het leek me wel een goede uitdaging om een smoky eye te gaan maken. Want je moet jezelf natuurlijk wel een beetje uitdagen. Dus ik heb mijn haar vastgedaan. Ik kan dat in ieder geval niet in de weg zetten. En dan ga ik nu BB cream aanbrengen. En dit is de Ethos BB cream. Die ben ik nu aan het testen. En dat ga ik denk ik maar doen met mijn vingers. Denk ik. Ik ben rechts. Dus ik ga nu met links werken. Alleen al de coördinatie is dus echt compleet anders. Dit voelt heel gek, maar dit hoeft niet heel precies. Ik vond het trouwens wel grappig, want het oogt waarschijnlijk voor jullie nu heel erg logisch, maar het voelt compleet onlogisch. Dat maakt niet uit. Dit doe ik trouwens heel vaak. Zeker als ik een droge huid heb, dan door er een beetje op te drukken met je hand. Nul aan mijn arm. Duidelijk minder spieren. En ik moet ook zeggen dat ik gisteren gesport heb, dus ik heb ook een beetje spierpijn. Maar ja, dit doe ik zodat het zeg maar door de warmte van je hand versmelt het goed met je, ja, met je huid. Make-up versmelt met je huid. Nou, dan concealer. Voor waar ik het nog nodig heb. Mikken. Oké. Zoiets. Ik kan niet goed zien van die as. Ik ga even een spiegeltje erbij pakken. En de eye concealer. Waar is die? Hier. Oké, dit is een beetje gek. Ja. Zo. Dit doe ik eigenlijk normaal. Doe ik dit zo. Met twee handen. Dus, maar goed, ik doe het nu nog met één. We hebben de tijd. En ik gebruik de, ik zit ook met deze hand een soort van dat ik mee wil doen. Ik gebruik het meteen ook als oogschaduwbasis. Het voelt ook heel onnatuurlijk om mijn spiegeltje dan juist met rechts vast te houden. Want ik richt dus compleet niet op mijn gezicht, merk ik nu. Nog een klein beetje met de kwast, voor zekerheid. Want ik weet niet of het helemaal lekker geblend is. Okay. Nou, ik heb het geluk dat mijn wenkbrauwen net geverfd zijn. Dus dat er niet heel veel tekenwerk nodig is. Maar ik ga toch even... het is natuurlijk een uitdaging. Nou, jongens, ik weet niet hoe ik dat ding moet vasthouden. Oké, ja, dat gaat heel goed. Zo. Een beetje borstelen. Tekenen. Oh. Ja, je mag het ook niet corrigeren. Ik kan het niet zo goed vasthouden. Hoe doe ik dit dan? Goed. Zoiets dan maar. De arm gewoon in mijn hoofd bewegen of zo. Zo. Zoals ik eens geconcentreerd ben. Nou, weet je, top. Niks meer aan doen. Niet zo heel mooi als normaal, maar van een afstandje kom ik er best mee weg. Nou, dan gaan we aan de smoky eye beginnen. En ik heb het Maybelline paletje in de kleur 32 Smoky Black gepakt. Want ik dacht dat je donkere kleuren... Dat is een goede uitdaging. Oh, sorry, camera wiebelt. Ik begin met een wat lichtere kleur. Kwastje erbij.
Nou, eerst maar de highlighter kleur. Alleen al zo'n kwastje vastpakken is best wel lastig. Oké, ook naar de donkere kleur. Raar is het als dat je zo... Hoe doe ik dit nou weer? Even kijken, als ik het met rechts doe, doe ik zo. Dus als ik het met links doe, doe ik zo, denk ik. Tijd voor de smokiness. Daar gebruik ik mijn smoky eye kwast voor. Dan begin ik met de lichtste van de twee donkere kleuren. If that makes sense. In mijn arcadeboog. Oké, dit is makkelijker omdat je dat bot zeg maar gewoon... Je drukt gewoon je kwast op dat bot en dan... Het ziet er niet zo goed uit als normaal, maar... Oké, dan gaat nu de donkerste kleur komen. Moet ik zeggen dat op zich de linkerkant, dus zeg maar de kant die ik nu doe, dat nog best wel aardig gaat. Maar het is vooral moeilijk om deze draai te maken. Het gaat ook allemaal wat hoekiger en wat wilder en wat harder. Dat zien jullie niet, maar dat voel ik. Zo. Nou, omdat ik het vind dat het naar omstandigheden best wel aardig gaat, vind ik dat ik ook niet een watje moet zijn. Ook al doe ik normaal ook niet echt vaak eyeliner. Ik ga het nu gewoon doen. Van Catrice. En ja. Ik ben daar dus van nature al niet goed in. Ik vind het ook niet zo erg mooi staan bij mij. Soms doe ik het wel hoor. Soms heb ik er geen zin in. Maar ik vind wel dat het bij deze uitdaging hoort. Dus smoky eye met eyeliner. There we go. Oké. Dit is iets lastiger. Hoe ga ik nou die wing maken dan? Zo. Ik zit de hele tijd in de knoop met mijn handen. Nou. Op een dertigtal imperfecties na zit hij erop. En nou nog de andere kant. En dat weet ik helemaal niet. Zoiets. Ik weet niet of ik hier nog meer aan moet komen dan dit. Zo. Tijd om te shapen. Puffcurves. Of tenminste, eigenlijk smeer ik gewoon gezicht wel in de bronzer. Zo. Oh, dit komt ook niet heel erg natuurlijk aan. Goed hier. Het is wederom een groot oppervlak, dus het kan niet zoveel misgaan. Dat precisiewerk is toch het lastigst, moet ik zeggen. Oké, zo. Bronzer. Bronzer plus. Ja, dat... Nou, dat kwasten vasthouden is lastig en het precisiewerk. En natuurlijk vergeet ik helemaal de lippen. Waar is mijn lippenspul? Want die moeten natuurlijk ook een beetje kleur hebben. Het zit misschien een beetje scheef. Het zit misschien aan de bovenkant een beetje... hoger dan mijn lip. Wat me in ieder geval opvalt is dat ik alles vergeet. Ik vergeet namelijk ook mascara. En dat is natuurlijk nog wel een dingetje. Puntje van de aandacht. Ik ga nu mijn wimpers krullen met mijn linkerhand. Dat is een heel goed idee, denk ik. Slowly approach the eye. Ik kan hem ook helemaal niet goed vasthouden. En dan mascara. Normaal hou ik alles zo vast en zo, maar dat kan dus ook helemaal niet. Dus ik doe het nu gewoon alleen het borsteltje in mijn hand houden en de spiegel aan de andere kant. Het lijkt ook alsof ik helemaal geen mascara aan het borsteltje heb. Terwijl, het zit er natuurlijk gewoon wel aan, maar... Oh, dit is echt heel lelijk. Oké. Als je het dan hebt over wat je het allerlelijkste kan doen... Met één hand is dit voor mij denk ik de mascara. Oké. Ik kan ook helemaal geen...
God, gewoon helemaal niet mooi. Zoiets. Nou, dit vind ik echt heel erg lelijk. Maar goed. Dit is het dan. Dan is dit mijn uiteindelijke look. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben heel benieuwd of jij met verkeerde hand je make-up kunt doen. Als je zo'n filmpje hebt gemaakt, laat het vooral even weten. Dan ga ik hem kijken. En in ieder geval super bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel. Laat ik dan ook gewoon even met links zwaaien. En ik zie jullie snel. Doeg! Oh, dat ziet er ook heel raar uit. Doeg!